Patricia en ik ben vrijwilliger voor de stichting Varkens in Nood. Wij geven hier aan het publiek op het Roetsfestival voorlichting over de vee-industrie. Dus de manier waarop varkens in Nederland gehouden worden. Wij leggen eigenlijk uit hoe varkens in Nederland gehouden worden, onder welke omstandigheden, welke ingrepen ze moeten ondergaan. En eigenlijk dat ze dus een erbarmelijk leven leiden, dat ze het heel slecht hebben. En dat wij vinden dat ze een beter leven verdienen. En daar speelt de consument een rol in, maar ook de supermarkten, ook de boeren, ook de politiek. En dat is de boodschap die wij proberen over te brengen. Als consument ben jij degene die bepaalt wat je eet en wat je koopt. En als je nou kiest voor biologisch vlees, dan heb je in ieder geval vlees van een dier wat een fatsoenlijk leven heeft gehad. Als je niet wil dat er dieren gedood worden, dan moet je vegetariër worden of veganist. Het leven van een varken in de vee-industrie is kaal. Leeg, troosteloos. Ja, ze zitten in een donkere stal hun hele leven lang. Ze hebben geen afleiding, niks te doen. En voor een intelligent dier als een varken is dat denk ik de grootste straf. Dus ja, het leven in de vee-industrie is, wat zal ik eens zeggen, treurig. Varkens zijn hele gevoelige en hele intelligente dieren. En dat weten heel veel mensen niet, maar ze zijn bijvoorbeeld veel slimmer dan een hond. De moedervarkens, de zeugen, die voeden hun biggen heel erg goed op. Maken ze zindelijk binnen een paar dagen, leren ze tafelmanieren. Het zijn gewoon ontzettend leuke, slimme beesten. En ja, ik vind het belangrijk dat mensen dat ook weten. Mensen denken toch, oh, varkens, dom, vies. Dat is absoluut niet waar. Ze zijn slim en sociaal en ontzettend leuk om, leuk om te zien. Varkens zijn ontzettend sociale dieren. Ze leven in groepen samen. En ze hebben allemaal zo hun eigen rol. Ze eten allemaal gezamenlijk. Ze slapen samen in een groot nest. Dus het is een echte groepsdier. En als je dan ziet dat ze in de vee-industrie vaak individueel gehuisvest worden. Ja, dan is dat zo tegennatuurlijk. Daar hebben ze ontzettend onder te lijden. In principe is Varkens in Nood een stichting die is opgericht om het leven van de 20 miljoen varkens in Nederland te verbeteren. Maar we bemoeien ons ook wel steeds meer met alle andere dieren in de vee-industrie. Dus ook koeien en kippen. We kijken heel erg naar de transporten van dieren. Dus ja, we bewegen ons wel op een breder vlak. Maar het is allemaal ooit begonnen met de varkens. En als je kijkt naar de dieren in de vee-industrie, dan zijn die eigenlijk wel het slechtste af. De vleesindustrie is ook heel schadelijk voor het milieu. Dat heeft te maken met de mest natuurlijk die wordt geproduceerd door de varkens. Die is natuurlijk gewoon heel erg schadelijk. En CO2 wat in de lucht wordt gebracht op die manier door de hele vee-industrie. Dat is gewoon super schadelijk. Daarbij heb je natuurlijk het probleem van de soja, het veevoer wat wordt geteeld. Daarvoor wordt heel veel bos gekapt, wat natuurlijk gewoon de biodiversiteit totaal verwoest daar. En wat gewoon maakt dat het een hele eenzijdige grond gebruikt wordt. Dus er wordt alleen maar soja verbouwd om de varkens mee te voeren en daarvoor verdwijnt oerwoud wat er al honderden jaren staat. Ja, dat is toch te gek voor woorden. Varkens in Nood staat vandaag dan met een voorlichtingssteentje op het Roetsfestival om het publiek voor te lichten. Maar Varkens in Nood lobbyt ook in de politiek tegen castratie van varkens. Lobbyt bij de supermarkten voor een fatsoenlijke prijs voor het vlees. Is op heel veel vlakken actief om maar ervoor te zorgen dat die dieren die zo massaal in Nederland aanwezig zijn en waar wij met z'n allen verantwoordelijk voor zijn, dat die het gewoon een stukje beter krijgen. Wat wij zeggen tegen mensen is dat dit nou typisch een probleem is waar je zelf wat aan kan doen. Door zelf te bepalen wat je eet, wat je koopt. En ja, de grotere macht heb je bijna niet als consument. Dus ja, het is een probleem wat je zelf aan kan pakken. Ik zeg heel vaak tegen mensen dat het heel makkelijk is om vegetarisch te eten. En heel lekker, en heel gezond, en heel goed voor het milieu en voor de dieren. Dus dat is een positieve boodschap die je kan brengen. Ja, en verder vertel ik ook wel over de successen die we behalen met Varkens in Nood. Dat het wel degelijk anders kan. En dat biologisch vlees ook steeds meer wordt gekocht. Ook steeds meer aangeboden wordt in de supermarkten. Dus dat er echt wel hoop is. Maar ja, dat je zelf daar ook gewoon in moet veranderen. En dat is eigenlijk de boodschap.